76. He knows this could be his time. Double eight, two darts, four. Does he need them? Can he do it in one for the title? Yes! It's there! Look at him, Ray Barnival. He's crying. He's crying. That's what this title means for him. The Embassy Championship. World professional. Look at the tears. Look at the scenes. So much emotion. Sinds Raymond van Barneveld het darten op de kaart heeft gezet, hij werd 5 keer wereldkampioen, is darten een grote sport in Nederland. Barneveld heeft het darten tot een zeer populaire volkssport gemaakt. Dat betekent veel goede spelers en zelfs een aantal zeer goede spelers. De Delftse Matthew Medhurst is er zo eentje. Hij debuteert aanstaande 2 januari op de Lakeside. In deze mini-documentaire leren we de 32-jarige darter uit Delft een beetje kennen. Het zijn de laatste 6 weken voor zijn debuut op het WK Darts Lakeside. De bakermat van het darts. Dames en heren, Matthew! Er staat een datum op je arm. Wat is die datum? Ook deze. Ja. Trouwdatum. Mag jij gokken waar je zit? Mag ik deze een daartje? Wat wil je? Een daartje. Wil je dat? Ja. Kind toch niet? Ik sta. Hoe bevalt het nou, Nicky, om een man te hebben die zo in de vaart en volkeren meegaat met darten? Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik moet zeggen dat we eigenlijk, we zijn heel trots op hem. Toen ik verkering kreeg met hem dartte hij al, maar dat hij het zo ver zou schoppen, dat dan hem inderdaad. Eentje dan. Hoe ga je wedstrijden aanpakken, met? Hoe ik mijn wedstrijden aanpak? Ik laat me ook meekomen. Ik ga het ook mijn beste spel proberen te doen en we zien het wel. En wat weet je van je tegenstander in de voorronde? Dat ik 2 keer tegen hem gespeeld en 2 keer heb gewonnen. Dus ik heb al een beetje meer zelfvertrouwen van de eerste ronde. Dus we gaan het wel zien. Ja. Hij heeft meer ervaring op het podium dan ik. Doe mijn ogen dicht. Wil je even taartjes spelen? Ja. Kom dan. Oké. Medhurst, dat klinkt niet echt Nederlands, hè? Niet echt, nee. Ben jij in Nederland geboren? Nee. Ik ben tot 4 jaar geleden ben ik nog Engelsman geweest. Voordat ik ging trouwen ben ik Nederlander geworden. Maar ik voelde me altijd al een Nederlander. Ja. Mijn moeder is natuurlijk Nederlands. Voor echte Delftzussen. Zo goed? Ja. Als je zelf moet betalen, is het een duur sport. En hoe doe je dat dan? Hard werken. Veel uit de zaak houden. Maar heb je ook sponsors of doe je het nu helemaal zelf? Bezig met een paar sponsors. Dit jaar heb ik alles aan mezelf gedaan. Ja. Vorig jaar had ik wel wat sponsors, maar... Daar ben ik eigenlijk meer van afgestapt, omdat ik zoiets had van, ik weet niet wat ik ga doen, of ik het wel het hele seizoen vol ga houden. En dan wil ik ook niet tegenover hun moeten vertellen van, joh, ik ben ermee gestopt, spijt me. Dus heb ik dit jaar mezelf alles betaald. Wat beschouw je zelf als je grootste succes tot nu toe? Het winnen van Open Italië. Dat was vorig jaar, hè? Had je geen plankenkoorts toen je voor het eerst op het podium stond? Voor het eerst op het podium stond. Hij stond te trillen als een liedje. En hoe ga je daar dan mee om? Ziet een ander dat? Ik denk dat je het wel heel erg ziet aan mijn spel, hoor. Ik gooide totaal niks. Niks waard. Ja.
Het was een leuke ervaring om te staan, maar het was geen leuke ervaring hoe het gebeurde. En heb je het dan over Italië of heb je het dan over andere ervaringen? Dan heb ik het over de Wimhout en de TV-terrein. Ik vond het echt gaaf om te staan, maar ik had er wel wat minder nerveus bij willen zijn. Je wilt zo graag, je bent bezig om op het podium te staan en op tv te komen. En dan sta je er eenmaal en dan ga je zo af. En dan denk je bij je van ja, is het wel wat voor mij om er nog een keer te komen. Toen was ik eigenlijk ook wel klaar mee daarna. Ik had zoiets van, dat is niks voor mij, want ik kan toch niet presteren op het podium. Toen door vele aandringen van mijn vader en mijn vrouwtje en zo. Je kent gewoon dat, de eerste keer is altijd spannend. Ben ik wel weer doorgegaan dit jaar. En zodoende heb ik geplaatst voor Lakeside. En gaan kijken of ik na Lakeside nog steeds leuk vind. Ja. En hopen dat het met Lakeside beter gaat. Hoe ging dat, die plaatsing voor Lakeside? Ja, dat ging eigenlijk best makkelijk. Ik heb via de West-European geplaatst. Daar ben ik bovenaan geëindigd met de dubbele aantal punten van de nummer 2. Dus. Om echt beter te worden zal je meters moeten maken tegen darts-coryfeeën. Dat is wat je naar een next level kan brengen. Je zal moeten omgaan met de spanning. Op het podium staan. Hoe gooi je hem uit? En de druk van het publiek. Mijn papa. Ja, hè? Mijn mama. Tuurlijk. Go all the way. A maximum. From Durant. Hoe ga je nou verder voorbereiden? Ik heb 2-3 weken voor de wedstrijd vrij. Dan ga ik proberen om elke dag minimaal 5 uurtjes te trainen. En dan gaan we hopen dat ik een beetje mijn ritme vast kan houden. Of in ieder geval vast kan houden. Maar je gaat de drukte opzoeken. Je gaat niet in de gang je bordje. Nee, ik ga niet in de gang gooien. Ik ga even naar de kroegjes, een beetje toernooitjes gooien hier en daar. Omdat hij uiteindelijk toch verder wilde in het darten en voor Nederland wilde gaan darten. Ja, dan moet je een Nederlandse identiteit hebben. Dus toen hebben we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Dus voor het trouwen was het makkelijker en voor het darten. Deze gang staat Groningen bij Zaandam, 4.3, 8 Amsterdam, Beverwijk bij Oost. Je combineert het semi-professionele darten, want dat mag ik toch inmiddels wel zo noemen, met vrij fysiek werk, Matt. Ja, dat merk je ook wel eens. Stel je dat zonnepanelen hebt zoals jou of de zware kozijnen, dan gaan we darten echt niet zo goed. Hè? Nou ja, je merkt het wel. Het moet je best druk met mijn werk ook. Vooral normaal gesproken was ik rond deze tijd heb ik een beetje rust, maar blijf maar doorgaan. Het is echt mooi werk dit, hè? Ja? Alleen maar vanmorgen was het even wennen. Het was de eerste keer dat ik het gevroren had. Beschrabben? Nee. Ik had alle pannen gehad aan elkaar gevroren. Maar heb je nooit dat je handen klem komen te zitten op dat dak of zo? Als je met die kozijnen bezig bent? Nee, valt mee. Want daar doe je het ook mee, hè? Daar doe je het ook mee. Ja, je voelt het alles, hoor. Als je de hele dag zwaar op lopen tillen, dan gaat het dart ook niet zo goed. En eigenlijk sinds Marco erbij is, kunnen we samen veel grotere klussen aannemen. En dan gaat het ook een stukje beter. We zitten gewoon, de hele jaar zitten we gewoon vol. Daar kijk ik stil. Dat hoeft niet zijn. Ja, maar ik ben nou niet aan het fotograferen, nee, jongens. Ja, lekker. Ik ben aan het filmen. Wat? Ja. Hey, dat moet je wel zeggen, hè. Het zou wel bijna een zoen geven. Ja. Waarom was je het niet? Hij wil een groei uit of schulpje, zoals ze dat zeggen. Je core business is ook kozijnen, toch? Ja, ook. Maar dat is altijd wel rustig hoor, rond dit tijd van het jaar. Maar er nog wel een paar klussen staat. Veel mensen willen niet meer in de kou zitten. Nou. We zijn bij de Matthews familie kunnen we slecht tegen ons verlies. Met nog 6 weken te gaan tot Lakeside werd in het ADO Den Haag stadion medio november het eerste Sir Winston de Hague Championship darts gehouden. Met als doel gewoon in het ritme komen en het vertrouwen pakken gaf Matthew Acte de présence.
Ik kom nu op tv. Broodje saté. Organisator Lex verloor zelf in de eerste ronde. En dan moet je schrijven. Ruben Mesters, jij hebt net verloren op baan 22. Als gevolg daarvan moet jij nu schrijven. Ja, in de rookruimte even lekker wakker worden met een bakkie en een peuk. Kijk, ik heb nog niks gehoord van deze geweest. Dus, ik denk, we staan te roken, te drinken en te doen. Dat ziet er niet uit, man. Ja, wat verwacht je? Van hem? Ja. Ja, moeilijk te zeggen. Wie heb je eerst? Jasmin. Oh, nou, dan verwacht ik een winst. Gewoon even bezig met je eigen zijn. Ik weet niet wie meegaat, maar... Nicky. Wie? Nicky. Ze gaan mee. De kinderen dan? Zijn sterkste punt. Er is geen sterkste punt bij hem. Nee, ze scoren op een lijntje. Hij kan alles of niks. Zo simpel is het. Ja, ja, Steve. Een beetje makkelijk, hè? Daniel de Boer, baan 20. De kentekens die ik net heb opgeroepen staan niet fout geparkeerd. Alleen de auto van TV West. Een beetje ingooien. Een babbeltje met deze en gene. En de triple proberen te raken. Er is een regiogenoot, Matthew Mathers, die gaat naar de Lakeside. Ja, klopt. Weet je wat van hem? Ja, ik denk dat zijn sterke punt is gewoon dat hij zich niet gek laat maken. En dat hij zich heel erg focust op het bord gewoon. En niks van iedereen aantrekt. Oké, Lex, bedankt. Alsjeblieft. Super. Matt speelde een paar potjes en ging weer lekker naar huis. Ik was er wel klaar bij, maar als ik zo van voor in, dan ben ik echt klaar. Make that the catwise. Kijk, soms zie je weer een camera. Ik zie daar de sponsor staan. Zo zou je het kunnen stellen. Ja. Momentje. Nee. Zal ik mij even voorstellen? Ik ben John Sterk. Ik ben de eigenaar van Sterkdas. Wij zijn met name groot geworden door in de afgelopen 8 jaar veel toernooi te organiseren. We hebben gekozen voor een iets andere richting dit jaar. We zijn wat fanatieker geworden en wat actiever geworden in de Super League. Het hoogste niveau in Nederland wat je qua DAS kunt spelen. We hebben 5 teams dit jaar in de Gouden Regenbaan. We hebben een hele mooie partnering in gevonden. In die 5 teams, daar zit onder andere Matje. Die speelt in team 2. Ja. Om hem in team 2 in de hoofdklasse te laten spelen. Ja. Omdat hij met name een groot talent, dat sowieso, maar het is een karakter. En ik moet zeggen, dat is het mooie aan de dartsport. Het is intrigerend omdat er veel diverse karakters in zitten. Er zitten veel verschillende personen in, dat maakt het leuk. Dat wil ook zeggen dat er veel dingen gebeuren, maar dat maakt het een interessante sport. Matthew is een karakter wat je zou kunnen omschrijven als fanatiek, talentvol. Ik denk dat met name zijn vechtlust in de wedstrijd, dat hem een goede speler maakt. Nee, moet je achter je kijken. John, kijk eens achter je dan. Oh, okay. Hij zit gewoon niet bij je. Ja, ik zit net een league over je. Ik zeg dat jij een aardige kerel bent. Dus, ja. Wat zijn de sterke punten van Matthew, zoals jij dat waarneemt? Ja, ik denk dat Matthew, zoals ik al zeg, een hele talentvolle speler is. Nou zijn er meerdere talenten in Nederland natuurlijk. Wat Matthew een goede speler maakt, is zijn vechtlust in de wedstrijden. Ik denk zijn altijd goede instelling, zijn goede moed. En dat maakt hem wat beter dan de spelers van zijn niveau. Ja, heeft hij kansen? Voor de Lakeside, bedoel je? Laten we hem eerst eens, ik denk dat hij met name zijn eerste optreden op de Lakeside genieten en iedere ronde dat hij verder komt is mooi meegenomen. De
Ik denk wat een mooie doelstelling zou zijn, is de eerste wedstrijd voorbij te gaan. Dus de eerste wedstrijd te winnen. Ja. Ja. Ja, er staat er nog een achter, hoor. Oh, top! Tegen wie moet hij? Jeff Smith. En wat is zijn ranking? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij heel erg goed is, want hij heeft PDC 2 kaart gewonnen een paar jaar geleden. En hij is teruggegaan naar de BDO. Dat is wel een zware tegenstander. Als hij zijn eigen spelletje speelt, komt hij heel ver. Ja, maar hij is een lekker beetje. Ja, ik denk dat het niet veel scheelt. Van elkaar af. Nou, qua niveau niet. Nee. Weet je dat niet? Ja, Smit. Pak je. Wat nog geloof. Kunt vliegen? Met de boot. Jawel. Ja, Smit is een goede speler, maar ik denk dat. Ik denk dat Matthew erop heen gaat. En het was nog lang gezellig in de Gouden Regenbar. Zodra ik naar het toernooi toe ga, dan ben ik zo serieus bezig dat ik geen aandacht voor haar heb voor de rest. Dit was een heel grote kermis. Zullen we er even heen gaan? Maar hij was hartstikke moe. Hij had natuurlijk zoveel energie al op die windbouw neergezet. Dat hij eigenlijk geen zin meer had in de kermis, vind ik nog steeds heel jammer. Maar ik kan niet alles hebben. Nee, weet je wat het is? Op het moment dat je met hem meegaat, en de windbouw was eigenlijk het eerste grote toernooi waar ik met hem mee naartoe ging. Weet je toch wel dat het serious shit is. En dat het toch wel echt heel hard werken is. En dat hij gewoon alle rust die hij er tussendoor krijgt, gewoon echt moet pakken. Rust thuis en in de relatief eenvoudige Delftse competitie is verzekerd. Matthew's team, de Mokes Bulldogs, zijn al 5 jaar achtereenvolgens kampioen en 4 keer bekerwinnaar. Ik heb wat te doen. Nick? Wat is je pret? Dat is Barry. Oh, die is Donald Duck! Veroorzaakt een beetje problemen af en toe natuurlijk met Ja, ik ben geloofwaardig op die foto. Wie heeft jouw foto erbij pakken? Wanneer is die gaan darten? Hoe oud was die toen? Hoe oud? Ja. Toen ze allemaal gingen lopen in feite. Ja? Ja, een jaar of 5. Jaar of 5? Ja. Net als Jay. Ja. Oké. Okay. En ik heb het ook met mijn vader gedaan. Oké. Okay. Ja. Ik was ook net zo jong. Je zei net iets over een addertje. Ja, er zit een klein addertje bij met je onder het darten. Dat is eigenlijk altijd wel de prestatie die hij wil maken voor zijn vader. En hoe komt dat? Ja, omdat hij als kleine jongen denk ik altijd tegen zijn vader opkeek. Omdat hij eigenlijk... Dat klinkt goed, schat. Kijken, mama. Eigenlijk altijd tegen zijn vader opkeek, kijken, omdat hij begonnen is met darten. Kijken, ga maar kijken. Mama. Makkelijk, hè? Ja, maar we gaan een fijne dag. Ja, de tweede wedstrijd is op de dinsdag pas. Maar ja, je weet niet, ja, het is. Veel tijdverschil natuurlijk. Ik bedoel, je speelt je eerste wedstrijd op zaterdag en de tweede wedstrijd is dinsdag pas. Gaat hij op Lakeside, gaat hij wat doen? Ik hoop dat hij gaat winnen, dat is de bedoeling. Ga je nog wat inzetten? Ja, natuurlijk wel. De eerste wedstrijd tegen die Smith, dat is ja 50-50, maar ja. Ik denk dat hij kan het wel halen.
Maar dan krijgt hij de klappen natuurlijk, dat hij geen Adams natuurlijk. Hè. Dat, leuk man. Dat wordt een echt een zware tobbe, maar je weet je nooit. Nee, je weet het nooit. Matthew stond al eerder met Wolfie op de vloer, maar ondertussen zijn de bordjes wel enigszins verhangen. Kijk, serieus hè? Welkom bij Vodafone. Jouw gedicht. Heeft één priest. Eén. Twee. Drie. Hij wist het al naar de attractie. Jaden wist het nog te presteren om op die tafel te staan, met Langert op de grond en een bommetje bovenop zijn buik. De loting is op tegen Robbie en Petra tegen Matthew. Het is nog 2 weken tot de leekzaamheid. Een laatste serieuze test wacht. De Ditmasters. Het toernooi van het jaar voor de beste darters van Delft en omstreken. Elk jaar weer een goed georganiseerd toernooi met een andere Delftenaar, Mastercaller, Jacques Nieuwlaat, de aan elkaar prater, de main speaker. Dus als de spelers richting het café willen gaan, dan gaat het allemaal in orde komen. De Brocken Girls staan er weer fruitig bij. Maar waarom loop jij niet mee dan? Dan ga ik vallen. 6 keer deelnemer aan de Ditmasters. Ladies and gentlemen, the reigning and defending champion, René Lander! Iets uit je Engelse periode met? Ja, ik herinner me wel wat dingetjes van. Niet ook zeg van, het zit echt in mijn heugen geprent. Nee. De hele dag. Hè. Je kunt de loting op het grote scherm natuurlijk bekijken. Daar kun je je favorieten kiezen. Veel succes vandaag. En dat de beste mogen winnen. Mijn vader is daarentegen zo trots op me. En dat moet je ook, dat we samen een bedrijf hebben, vindt hij helemaal geweldig. Als hij daar met pensioen gaat, heeft hij al gezegd van dan kom ik bij jullie 2-3 dagen in de week werken. Op een gegeven moment, net zoals nu, dat ik dakte gaat goed. Het werken gaat goed. En als je dan van je ouders hoort van we zijn trots op je, dat is het mooiste. Dat is het mooiste wat je kan hebben. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Gevoelig kantje aan met. Ja, dat ook. Hmm. Ja, ja, maar het is zo. Als ik mijn leven nu een cijfer zou moeten geven, zou het toch echt een 10 zijn. Ik
je op alles. Alles gaat goed. Nee, luister eens naar papa. Nee. Luister eens, waar is papa? Waar ben je voor papa? Prinses. Prinses. Gewoon een hele warme documentaire. Inderdaad, Hans. Heel warm. Eitje, bakkie. Die gaan in de wedstrijd doen, we gaan het weten. Dames en heren, dan gaan we nu beginnen voor het echte. De Ditmasters kregen dit jaar een geweldige apotheose. Een broederstrijd ten top. De oudste tegen de jongste. Twee compagnons in zaken. En één kon er maar winnen. Welke in? Dat mijn vrouw me altijd slaat en dat ze altijd boos wordt als ik ga darten en ze steunt me nooit. Dat? Lekker stelletje. Nee, dat was grappig.